zo doen. Dat is hetzelfde doen. Ja, ga jij die doen? Yes, okay. En wat is deze? Dat is groep 3 en groep. Lekker ben ik heb ook een boek papier. Nee, die doe ik ook. Groep 3 doe jij wel? Ja, die doe ik wel. Groep 3, maar daar hoort nog een groep bij. Ja, ja. Groep 6. Ja hoor, kom maar. Dat zijn die voor jou. Dank u wel. Toegens wel van hier. Oh, nou dat wordt lastig voor jullie. Nou, dan moet je even kijken. Dit gaat over een uiltje. En die zit in het nest, dus je moet inderdaad even laten zien en zo. Ja, dat wordt heel leuk. Als helpende leerkracht. En die valt uit het nest. Uh-oh, hij valt uit zijn nest. Nou, daar boing, 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 boing. Daar staat het hij. En daar ligt hij dan. Eekhoorn kijkt al, de beer kijkt, de haas kijkt. Gaat het? Vraagt Eekhoorn. Nou, hier heb je tekst. Ja? En dan wijst het zich verder zelf wel. Oké. Zie je? Dus nu heb je gelukkig tekst. Het is jouw mama. Nee, mijn mama die heeft puntige oren. Weet je wel, dus zo. En uiteindelijk komt het natuurlijk goed, dat is bij kleuters altijd zo. Ja. Zie je? Helemaal goed. Kijk maar even. Zal ik gewoon vast beginnen? Ja. Ja? Nou, ik ben Leonard Nienhuis. Ik kom uit Groningen. Ik speel dus bij Veendam. En ik ben de keeper van Veendam. En er is mij gevraagd om vanmorgen een stukje voor te lezen aan jullie. Nou, dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. En als iedereen gewoon lekker zijn broodje beet en ik wat voorlees, dan komt het allemaal helemaal goed. Het komt helemaal goed, toch? Ja, hè? Nou, ik ga het vandaag hebben over Dottie's kuikens. Nou, dan ga ik gewoon beginnen met voorlezen. Dan moet u het goed doen. Mag ik beginnen? Het is vroeg in de morgen. Dottie doet haar ogen open. Ook haar kuikens worden wakker. Ik heb honger, denkt Dottie. Zal het al voer op de grond liggen? Ze loopt heel even naar buiten. Maar als ze weer terugkomt, zijn alle kuikens verdwenen. Kijk. Dottie rent naar het varkenshok. Varken, mijn kuikens zijn weg. Heb jij ze soms gezien? Goh, zegt Varken, daar heb ik niet zo op gelet. Ik was juist mijn biggen aan het voeden. Dottie kijkt naar de biggetjes die nieuwsgierig aankomen rennen. Maar wacht eens, wie huppelt daar achter ze aan? Kijk, zien jullie dit hier? Wat hier loopt? Ik zie een kuiken. Dat is een kuiken. Kuiken. Dat is een paard en dat is een veulen. Ik dacht een paard leuk, want ze zitten in paard. Ja, daar zijn er weer twee. Hup, naar beneden jullie. Het is gevaarlijk daarboven. Spring maar op mijn rug. Dottie brengt haar kuikens naar buiten. Ze telt. 1, 2, 3, 4. Ik heb 6 kuikens, dat weet ik zeker. Dus dan ben ik er nog 2 kwijt. Nee. Is dit er 4? Ja. Ja? Hij wil het pad overrennen naar die lekkere wormen toe. Stop, roept Dottie. Wat heb ik je geleerd? Kijken. Eerst links, dan rechts en dan weer links. Wat een hoop kuikens, roept het roodbosje. Ja, zegt Dottie, maar ik ben er eentje kwijt. Maak je geen zorgen, zegt het roodbosje. Die heb ik zo gevonden. Dottie en haar kuikens lopen door de schapenwei. Ze komen langs de koeienstal en langs het hondenhok. Dottie zoekt overal. Vond je het mooi? Ja. Ja? Nou, dan ga ik naar de volgende klas. Als het goed is. Ja.